Hoi en welkom bij Fem. Heb jij ook wel eens last van vet haar? Dat je zo'n dag hebt dat je het eigenlijk wilde wassen, maar het lukte niet en denk je, het is te vet. Of het is per ongeluk vet geworden. Ik heb bijvoorbeeld vandaag een massage gehad. Ik heb mijn haar daarvoor gewassen, maar bij de massage is allemaal olie in mijn haar gekomen en ik heb geen tijd om het tussendoor te wassen. Hoe fix ik dat? Als eerste kan je natuurlijk kiezen voor droog shampoo. Dat is het middel tegen vet haar. Dat spray je erin, masseer je in en dat absorbeert het vet, waardoor het er weer schoon uitziet. Maar ik ga jullie een ander trucje laten zien. We gaan het namelijk bewust vetter eruit laten zien door het een soort wet look te geven. Het enige wat je nodig hebt is een soort pasta product. Dus iets wat een beetje lijkt op klei of crème. Je kan ook, als je wil, dit is dan crème, je kan ook iets van een haargel gebruiken. Maar haargel kan het al snel te hard maken, te krokant hard, waardoor het er ook als een soort van helm uit kan zien. Nee, ik wil het juist zacht wet lookish maken. Het is super simpel. Borstel je vettige haar door. Meestal, als het dan vet is, is het alleen bovenop vet. Dus hier. En niet beneden. En we gaan het boven een beetje aanzetten, waardoor het nog iets natter lijkt. Voor een mooi effect. Je zag het de laatste jaren steeds vaker bij de catwalk shows. En ik geloof dat het dit jaar voor het eerst daadwerkelijk gaat doorbreken op straat. Dus dat mensen ook met de wet look gaan rondlopen. Nou, ik heb mijn haar geborsteld. Zoals je ziet, het is hier vet. En het is hier gewoon droog. Je neemt je crème product. En je neemt best wel veel. Meer dan je denkt dat je nodig hebt. Oeh, het is zoveel. En dit verdeel je over de bovenkant tot de helft. Zo. Spreid je vingers en breng het op die manier aan, zodat het goed ook door je haar heen komt. En ga echt maar tot de helft, want als je doorgaat is je hele haar doorweekt en dan lijkt het gewoon alsof je haar vies niet hebt gewassen. Zo naar achter, de hele tijd zo naar achter met je vingers. Tot je geen crème meer ziet. Dan neem je nu je haarborstel en je borstelt tot dat plekje waar je met je vingers bent gegaan. Dus zo tot hier ongeveer. En nu voeg ik nog een klein beetje extra crème toe. Zo en weer met mijn vingers erdoorheen. Je gaat strak naar achter tot de helft. Doordat je vingers verspreidt krijg je een soort losse stukjes. En dat is een mooi effect. Laatste beetje verspreiden over de punten. Nu deel ik mijn haar door tweeën en borstel ik dit. Dit niet borstelen, maar de onderkant borstel ik door. Oh, en heel belangrijk, achter je oren. Dus je gaat hier omhoog, zo. En dit is het. Dit is mijn wet look, bovenkant look. Niet door vet te gebruiken. Je kan natuurlijk olie gebruiken, maar dat is echt... Dan lijkt het gewoon echt heel viezig. Dit heeft nog een soort van half mat effect. En doordat ik het zo omhoog heb gedaan, zo, en achter mijn oor, blijft het ook die kant op staan. En dat is het effect dat je wil creëren. En beneden is het zacht. Het is een beetje gedurfd, maar hey, als je haar toch al vet is, dan kan je net zo goed gelijk doorgaan en zoiets maken. Zit er nog tenminste een beetje vorm in hier. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Hoi meiden, ik ga jullie vandaag meenemen. Ik heb zo direct een Babyliss event en daar wordt mijn haar gedaan. En het leek me wel leuk om dat te gaan filmen.